Goedemorgen maand, is vandaag maandag. TMI, it's time of the month. En ik ben altijd dan zo zitloos. Er komt echt niks nuttigs uit mij vandaag. Het is al 11:30 en ik heb dan vanochtend een beetje gewerkt. Maar ja, nee, het is nog gewoon even niet. Ik ga even editen en naar school zitten. En even omkleden eerst, want anders komt er nooit wat van. Het is inmiddels alweer 3 uur. Ik heb net lekker gesport. Het lijkt net dat ik geen legging aan heb. En ik eet nu mijn guilty pleasure. Hoe noem je dat? Babybel. Ja, het zijn een beetje saaie dagen. Ik ben alleen maar aan het werk. Deze week is wel Koningsdag. Daar heb ik trouwens zoveel zin in. Echt fucking leuk. En ik ga zaterdag naar een concert van Bilal met Anne. Hebben gezellig. Ik heb net even eten gemaakt voor mezelf. Van wat ik vorige week volgens mij laat zien. Flexible. Van mijn muesli. Dat ik lekker een bakje muesli erop. Ik vind het zo chill. Ik had lekker yoghurt met vanille proteïnepoeder gemengd. Zo, ik kom echt niet aan worden. Ik vind dat zo lekker. En chill gewoon naar het sporten. En dan lekker die muesli. Het is zo top. Ik heb het zo koud. Ik ga zo even lekker douchen, denk ik. Oh! Dat ga ik doen. Ik ga een koffietje zetten. Koffiecore kijken en dan ga ik zo lekker douchen. Love the planning. Het is inmiddels 9:30. Ik heb echt al een hele tijd geleden gedoucht. Maar mijn haar heb ik per ongeluk aan de lucht laten opdrogen. En dan wordt het echt zo. Er zit dus wel een soort van, blijkbaar een soort krul in mijn haar. But I don't know what to do with it. Like, zeg maar, kan ik hier echt krullen van maken? I don't know. Het is wel echt fucking krullerig opeens. Maar goed, ik ga zo meteen gezellig naar Stam. Ik ben dus mijn telefoon kwijt. Ik weet gewoon niet meer waar ik hem gelaten heb. Maar goed, ik heb mijn spullen ingepakt voor Stam. Ik ga zo naar hem toe. En morgen gaan we naar mijn broer. Mijn broer is verhuisd. Dus gaan we hem helpen met schilderen en zo. Voor de mensen die bij de basic zitten en jongen hebben. Ik heb dus vandaag, die vrouw heeft het aangeraden. Coconut. Nee, wat was het nou? Gewoon ananas coconut. Kokosnoot. Zo lekker. Het smaakt gewoon naar een soort pina colada. Het is echt heel lekker. Het is wel lekker aan het drinken. En ik ga maar even telefoon zoeken. Want, ik weet gewoon niet waar ik dat heen gelaten. Goedemorgen, maand. Het is dinsdag. Ik ben aangekomen bij mijn broer. Hij woont in Leersum nu. Dichtbij Utrecht. En we gaan helpen klussen en verven en zo. Stan en ik. Dus helemaal gezellig. Ik ben heel benieuwd hoe zijn huis is. Oeh, jongens. Het is een heel oud huis hier. Maar we hebben zo'n leuke kamer gemaakt voor Emil. Tada! Hoe leuk. Leuk lampje. Leuk behang. Schattig bedje. Hier is dan een kleine wastafel. En Stan en ik hebben alles geschilderd. Dus hoe leuk. Helemaal happy. Dat het helemaal leuk gaat vinden. Dit is echt de mooiste kamer. Want dit is allemaal echt super oud nog. Maar er moet ook nog heel veel aan gedaan worden. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Het is al best wel laat, dus ik ga snel naar huis. Ik moet douchen en dan ga ik naar Anne en Nien. Waar ga je klink? Bij mij Nien. We hebben net lekker sushi gegeten. We gaan even klaarmaken. En dan gaan we uit. Samenvatting. Zuipen. Samenvatting van afval. Gaan we gewoon naar de kroeg. Morgen maand is vandaag Koningsdag. Helemaal in het oranje, of course. En we zijn nu onderweg naar de trein. We hebben helemaal stress en weet ik het allemaal. Maar we hebben opgemaakt, ready en hebben we er zin in? Helemaal zin in! We hebben er zin in! Thank you.
net lekker gegeten. Daan is ook lekker aan het eten. Lekker hè? En ja, we zijn helemaal kwijt, maar ja, die zien we zo. Eeuw. Hallo allemaal, het is alweer donderdag. Day after. Ik heb totaal geen kater. Ik weet niet hoe het kan. Ik was echt 4 uur thuis. Tering lang nog uit geweest en gezopen en weet allemaal. En ik heb dat poedertje gekocht, dat ORS poeder, wat dus schijnbaar tegen je kater lijkt te helpen. En het helpt tering goed bij mij, gekocht bij de Ethos. Dus dat. Fuck Jill. Ik heb net zelfs gesport. Ik ga nu naar huis. Stan komt bij mij. Ga lekker biefstuk eten en frietjes. Oeh, yummy. Yummy, yummy. Ik heb vandaag al een video opgenomen met Sophie. Nou, men wel een beetje. Ja, ik heb meer gekater, maar een vaag zondaggevoel of zo. Terwijl het gewoon donderdag is. Heel kut. Morgen is weer vrijdag en dan begint weer het weekend overnieuw. En dan moet ik echt nog bijkomen. Een soort van al dat gelul. Nou, ik weet niet wat ik allemaal zeg. Nou, het was in ieder geval echt zo leuk. Zo fucking leuk gehad. En we waren in de regulier dwarsstraat. En dat was zo gezellig. En nou, helemaal top. Helemaal leuk. Nou, ik ben nu weer lekker thuis. Ga ik eten. Stan. We gaan de finale van de Bachelor kijken. Yay. En we kunnen nog een aflevering expeditie kijken. Volgens mij zelfs 2. Dat is helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag. Wat een gekke week. Bizar. Oh, het is 12 uur vanochtend. Al vroeg kwam Nikki van Nikki's Vintage. Of Vintage? Ik zeg het elke keer verkeerd. Nikki's Vintage. En zij, ja, het is al een heel bedrijf, want er werken dus allemaal mensen al. Ze vertelde ze echt bizar leuk. Hoe goed dat het dus gaat. Heeft echt dozen vol. Met kleding van mij opgehaald. En die gaat verkopen, verzenden, alles, foto's maken. Niet normaal. Die gaat het helemaal doen gewoon. Echt bizar chill. Dus stay tuned. Volg me vast op Vinted. Staat in de beschrijving een linkje. En ja, dan kan je dus me volgen. En dan hoef je niks te missen als er dingen online komen. Je kan me ook volgen op Insta. Want ik ga sowieso op mijn Insta story zetten als het online staat en zo. Ik heb tering voor honger. Dus ik ga eventjes eten maken. Nou, ik ben lekker bezig met school. Zometeen ga ik mijn nagels doen. Ik heb echt zoveel complimenten over deze nagels gekregen. Maar ze zijn helemaal lelijk en uitgegroeid. Dus daarna ga ik meteen door sporten. Dus ik ga me zo even omkleden en sportkleding aandoen. Ik ga nu even eten en Gossip Girl kijken. God made myself a toasty. Yum. Love it. Ik heb net mijn nagels laten doen. Ik ben zo blij. Kijk hoe cute het is. I freaking love it. Zo leuk. Ik vind de kleur echt geweldig. Anna die komt me nu ophalen en gaan we lekker sporten. Vanavond date night met Stan. Stan en ik zijn lekker uit eten. Kijk hoe lekker allemaal. We hebben hier garnalen, frietjes, Iberico ribs en een bouwbun. Oh, echt super leuk tentje in Scheveningen. Het is juicy cute. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zaterdag. Ik zeg morgen, maar het is al 3 uur 's middags. Ik heb me helemaal ready gemaakt. In ieder geval, ik heb eigenlijk alleen even mascara op en wenkbrauwen gedaan. Ik ga even naar Alphen met Anne. We gaan even naar wat winkels, even een koffietje doen. En ik heb nog lekker video geëdit. Ik heb deze nieuwe broek van de H&M. Echt, oh my god, I love it. Hij zit zo perfect. Het is maat 38. Kijk hoe leuk die gewoon is. I love it. Dus die heb ik dus nieuw. Schoenen van Naked, trui van Naked, nee, Chiquel. Deze gilet is van Shein en deze Nuno bag. Yay! Nou, ik ben met Anne. Ja, dit doen we. Maar we zijn al heel lang. Want we zijn naar Alphen gegaan. En ik heb daar een panty gekocht. En Anne heeft een heel leuke broek gekocht. Die gaat ze zo ook aandoen. En twee topjes. Oh ja, ook nog die twee topjes. Maar ik weet nog niet, ik weet echt nog niet welke vibe. Of misschien doe ik wel die ene aan die met al die ja, die ja.
Die ik elke keer naar een festival aan wil, maar nooit doe. Ja, ik laat ze wel zien. Ja, we laten ze wel zien. Ik laat zo meteen ook even mijn outfit zien. We gaan dus naar het concert van Bilal. Maar volgens mij was het meer gewoon een soort ja, club, soort party uitgaan. Want ze zijn gewoon in Westergas. Dus ik ben helemaal benieuwd. Nou guys, ik ben helemaal ready en fleek. Ik heb mijn haar gekropt met de Dyson Castel. Besteld dan. Lekker make-upje op, eyelinertje. Ik heb deze top aan. En mijn nieuwe broek dus. Helemaal blij mee. Ik heb een blazer aan, want we gaan beneden wat eten. Dan is een beetje koud anders. Helemaal blij mee. Ik moet echt vaker mijn haar krullen. Ik vergeet gewoon altijd een matje in. Hey! Gewoon dus echt niet morgen. Het is alweer 4:15. Ik ging echt om 3 uur mijn bed uit. Gedoucht. Klaargemaakt. Want de girl gaat weer uit eten. Echt. Dat kan echt niet. Ik ga zoveel uit eten. Het is echt gewoon niet grappig. Ik heb een leuke wing weer gemaakt. Helemaal leuk. En dit is de outfit. Niet zo bijzonder. Gewoon een zwarte blouse. Dus een soort pantalon. Satijnen pantalon. En toen breng ik mijn Nuno bag erbij. Yay! En dan zijn we ready to go. Maar het is echt vreselijk. Ik had echt moeten wassen, maar ik had geen zin. We zijn lekker aan het eten. We hebben lekker een voorgerechtplank. Super lekker. Ik zeg maar. Ik ben met zelf op voorgerecht is een. Een toast, dat gaat niet goed. Nee. Wat is het? Ja, hoe heette dat gerecht ook? Ja, ik weet ook niet meer wat ze nou zei. Proeverij, Italiaanse proeverij. Oh, shared dining. Shared dining. De Renato, moet je deze nemen, Stan? Nee, die ga ik nemen. Ja. Nou, we hebben het toetje. Heb je er nog honger voor? Zo, ik weet niet of we dit nog opkrijgen, maar eet smakelijk. Moet je eigenlijk met het lekkerste beginnen. Ja. Gaan we alles nagaan. Allemaal, het is inmiddels alweer de volgende dag. Ik hoop dat jullie het een leuke week hebben gevonden. Ik heb een hele gezellige week gehad. Ik heb Koningsdag gevierd. Super vaak uit eten geweest. Maar goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blij duimpje omhoog te geven als je de weekvlog weer leuk vond. En vergeet me ook zeker niet te supporten door op me te abonneren. Kan hier beneden via de rode knop. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!